Jij bent Puk en jij bent Saar. En jullie gaan mij helpen deze vraag te beantwoorden. En we gaan de haaien voeren. Hoi, Noelle hier. Jullie video range van Burgershow. Super leuk dat je weer kijkt deze week. Deze week hebben we echt een hele speciale video. Sowieso gaan we natuurlijk een kijkersvraag beantwoorden van Xanne Smit. Die vraagt, worden de kleine vissen opgegeten door de grote vissen hier in de ocean? Dus die vraag gaan we beantwoorden samen met Rick, hi. Die jullie kennen van meerdere video's. En vandaag hebben we wel twee hele speciale gasten. Ja, we hebben twee hele kleine dierverzorgers extra erbij, dus die gaan ons helpen. Hallo. En wat zijn jullie namen? Wie is Puk? Puk en ik ben Saar. Jij bent Puk en jij bent Saar. En jullie gaan mij helpen deze vraag te beantwoorden. En we gaan de haaien voeren. Ja. Dus ik zie dat jullie al handschoenen aan hebben. Hier zitten welke haaien? We hebben hamerhaaien hier, we hebben luipaardhaaien, we hebben zwartpunthaaien en zwartpuntrifhaaien. Dus vier soorten haaien? Vier soorten haaien zwemmen er rond, ja. Maar Rick, ik zie hier geen kleine vissen. Nee, dat klopt. Het is eigenlijk alle vissen en visjes die gaan echt op de rif zitten. Dus echt in de grote oceaan zul je niet heel veel vis tegenkomen. En het mooie van een rif is natuurlijk, je kunt je er heel makkelijk stoppen. En in de oceaan, ja, dan heb je eigenlijk geen mogelijkheid om je ergens te verstoppen. Nee. Of je moet heel hard kunnen zwemmen. Ja. En dat zie je dan ook. Vissen die in een open oceaan leven, die kunnen heel hard zwemmen. Puk en Saar, denken jullie dat de grote vissen hier de kleine vissen opeten? Dat weet ik niet. Jij weet het niet en jij weet? Dat weet ik ook. Oh, je weet het ook niet. Nou, de vraag was eigenlijk van worden de kleine vissen opgegeten door de grotere vissen, slash wolfvissen? Daar ging er al eentje op, ja. Nou, we proberen in ieder geval het risico dat het gebeurt zo laag mogelijk te houden. Dat doen we natuurlijk op verschillende manieren. S'nachts, als de lampen eruit gaan, dan blijft altijd één lamp branden. Okay. Zodat eigenlijk de vissen die op het rif zitten, dus de kleine vissen, gewoon kunnen zien van hé, er komt iets aanzwemmen. Dus we schieten even ergens. Ik moet hier even weg zijn. Ja, even weg zijn. Eén manier is natuurlijk ja, gewoon voldoende voeten geven. Dus genoeg aanbieden, ja. Zodat ze verzadigd zijn. Zodat ze de kleine vissen gewoon niet eten, dat is het. Ja, dat is eigenlijk dat ze verzadigd zijn. Ja. Dat ze eigenlijk niet meer die drang hebben om, hey, ik ga achter de vissen zwemmen. En, maar eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk niet helemaal te voorkomen. Oké, Puk en Saar gaan al wat dichterbij bij het voeren, want dat gaat nu beginnen. Zijn jullie al zenuwachtig? Nee. Mocht er zo'n grote haai, hebben jullie die hier al gezien trouwens? Ja. Mochten die een kleiner visje opeten, vinden jullie het dan zielig? Ja, als hij zwak is, dan moet het. Als hij zwak is, dan moet het maar. En waarom? Nou, anders gaat hij. Het is beter om in één keer 30 jaar een lang te doen. Dan een zware lijdensweg te hebben. Dus hapslik weg. Ja. Voor een haai is het eigenlijk alleen maar in het wild van eten, zwemmen, eten, zwemmen. En ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Terwijl we altijd in films zien dat haaien echt mega veel eten, super veel honger hebben, altijd maar. Nee. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet eigenlijk zo. Nee, eigenlijk helemaal niet zo. Het is natuurlijk een film. In een film wordt natuurlijk heel veel dingen wel behoorlijk opgeblazen. Mm-hmm. En daardoor krijgt een haai natuurlijk ook wel een heel slecht imago eigenlijk. Ja, terwijl eigenlijk het wel. Eigenlijk gewoon hele mooie dieren zijn. Ja. En het zijn dieren die heel onputtig zijn, want ze staan echt bovenaan de voedselketen. Mm-hmm. Mochten deze dieren wegvallen, ja, dan hebben we in de oceaan echt een heel groot probleem. Hey Puk, vind je het nu zielig voor de vissen die nu gevoerd worden? Want die zijn ook al dood. Nee, als ze dood zijn voelen ze er niks van. Precies, dan voelen ze er niks meer van. We
geen haai te zien. Oké, met deze haaien gaat het goed, hè? Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Dat is mooi, oké. Ik wil je heel erg bedanken voor al je mooie haaienkennis. Top, goed. Hebben jullie nou nog vragen over haaien? Stel ze hieronder in comments, want Rick kan je daar alles over vertellen. En misschien kunnen we dan wel weer een video over haaien opnemen. Puk en Saar, heel erg bedankt voor het assisteren. En doe een dikke duim omhoog, vergeet niet te abonneren op het kanaal. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei! Hey.